even kijken, de eerste keer. Valt mee, er zit één gaatje daar zo. Het moet loskomen. Nee, dit is, kijk, stukjes. Ja, het is ook de eerste keer, dus van zo'n groot raam. Nou, dit is heel spannend geworden. Oh, something gold. Oh. Het slot langzamer werken. Ik ben al een aantal dagen aan het doosjes aan het plakken. De voetsporen van Jan Schoonhoven. En ik vind Jan Schoonhoven een geweldige kunstenaar, maar ligt heel erg ver van mijn bed. Dus ik dacht, ja, wat moet ik met in de voetsporen van Jan Schoonhoven? Waar ik wel iets heel erg mee heb, is met papier. Dus dat was mijn eerste insteek. En toen heb ik wat gelezen over Jan Schoonhoven en toen begreep ik dat hij dus postbode was. Of tenminste bij de PTT had gewerkt. En plotseling zag ik het voor me, vakjes en de connectie met zijn werk en zijn geduld en het sorteren. En toen dacht ik, nou, maak ik een soort duiventil. En heel erg tegen het stillen van Schoonhoven in, ga ik iets laten bewegen. Ik heb hier een arbeid gemaakt. Ik ben. Man kan het natuurlijk ook omtauschen. Dat heißt also, man kan het ook van I am zu am I. Wer bin ich? Vertauschen, sozusagen die Frage, wer bin ich sozusagen, oder bin ich tatsächlich, bin ich wirklich? Das ist natürlich immer eine Existenzfrage, mit der man sich beschäftigen muss. Und wer bin ich sozusagen in dieser Zeit? Das ist ein Mal von meiner Freundin Elf, die heeft hier glas in gegoten von einem borst, wat voor een deel van mij was weggehaald, dus naar de borstkanker. En dat had ik gewoon in een kastje, dat keek ik nooit meer naar. En op weg hier naartoe viel mijn oog erop, dacht ik, hé, een mal. En daarom heb ik deze gemaakt van abaca. En deze is dan weer met eucalyptus. En je ziet, het is zo'n groot verschil. En daarmee te leven, daarmee iets te doen, dat is al heel groot. Nou, ik maak een lijstje voor de liefde op het hoofdkussen. En ik maak een luisterend hart. Als ik iets opsteek van deze workshop, is dat het papier geduldig is en ik ongeduldig. Maar ik er geduldig van word. Zo. En als ik dat dan uitgesneden heb, dan komt het hier op als een lijstje. En degene dat ik uitgesneden heb, dat doe ik hier in die mal. Dan wordt het ook een stapeltje. Zie? Sowieso heeft Schoonhoven me van begin af aan geboeid. Ook de persoon van de man, zijn bescheidenheid, zijn eenzelvige opstelling en een noeste doorwerker. Deze objecten die draaien met een motortje. Dit zijn twee elementen die symmetrisch aan elkaar zijn. Maar er komt nog een derde element bij en dat is een gemeenschappelijk werkstukje. Ik maak dat namelijk samen met Bianca. En dat wordt in feite het projectiescherm. We hebben een heel lab. Hè. We wilden een groot stuk, een schilderijformaat, groot stuk. Wij scheppen. Het begint dik en dan gaat heel dun. Maar, en hebben we het een dag laten drogen. Dus vanochtend kon ik het pellen.
En ik wist wat hij bedoelde. Hij had het over een cirkel dat heel langzamerhand die beweging maakt. Of de ronding is perfect en het is een formaat van mijn hoedendoos, toevallig. Dus ik kon mijn, dus ik denk dat het ook een soort riet is, kon ik heel mooi spannen. Dus Maaije zei, van ja, maar ik wil toch een vorm hebben dat de structuur niet te dominant is. Hè? Want het gaat over zijn vorm die in die beweging zo over, als schaduw eroverheen gaat. Maar ik mocht het ook in rondingen en in wolkachtige structuren brengen. En dat gaf me gewoon meer vrijheid. Ik ben bezig met een met hetgeen waar ik eigenlijk altijd mee bezig ben. Dat zijn schalen. En een schaal staat voor mij voor heel veel. Maar onder andere voor dingen bij elkaar te laten komen. En dingen uit te delen. Dat past ook heel erg bij mijn leven. En deze schaal is opgebouwd uit allemaal stukjes Japans papier. En uiteindelijk ga ik hem de laatste laag, als die bijna af is, dus de buitenste laag, wordt een laag waar alle kunstenaars die deelgenomen hebben aan dit symposium, die laten daar wil ik een klein handgeschept papiertje. Dus dan krijg je dit soort mooie velletjes. En die worden dan als afwerking op de schaal achtergelaten. Je kan een slurf in zien of een wolk of een geluidszuiger of wat je maar wilt. En de bedoeling is dat het een masker wordt. Dit is dus eigenlijk zeg maar de vorm waarop dan de huid nog geplakt moet worden. De huid die dan meteen ook de constructie is. Dit is de eerste keer, maar ik vind het wel heel leuk. En het is eigenlijk ook de cultuur uit mijn geboortedorp. Die maakt dan op carnaval altijd van die prachtige wagens. En ik heb altijd gedacht van dat ga ik ook een keer doen. En nou is het moment ineens aangebroken. Ik ben begonnen, ik wilde eigenlijk een klein kostuumtje maken. Echt mede door Els, die behoorlijk op Schoonhoven had gestudeerd. En dat hij ook postbode is. Dus dat vond ik dan wel weer leuk, omdat het toch dichtbij ligt bij de postbode. En ik ben begonnen met alles kennen, want ik heb niet voor niks zo lang bewaard. Het is heel waardevol. Het is ontzettend prachtige brieven. En nu ga ik meer naar beneden met het kostuum. Want ik heb uiteindelijk gekozen voor een rok, want ik was bang, het gaat niet lukken. En dan ga ik stressen, en daar was ik een beetje bang voor. En ook dan heb ik gewoon weer een voor mijn collectie. Want ik heb nu al een heel aantal rokken van allerlei verschillende stoffen. Dat nou een papieren rok erbij is, ook niet gek. Aan het kijken, want ik denk dat het misschien gaat lukken om een drieluik te maken in deze ramen. Dus nu ben ik aan het kijken, want ik heb een cirkel en hier een wheel of life, zoiets achtige vorm. En dan wil ik kijken of ik met deze vorm een beetje in de goede maat zit. Ik zie al dat ik hem iets te groot vind. Dus ik ga er straks een stukje afsnijden. Eigenlijk
laat ik het gebeuren. Maar er blijken altijd al beelden in je hoofd te wonen. En doordat je gaat praten, dat je denkt, oh, voor mij is papier ook Japan. Ik heb in Japan papier geschept. En nou ja, Nederland en Japan zijn denk ik plekken waar je dat wel optima forma kan meemaken. De kracht en de kwaliteit van papier. Dus dan sluipen er onmiddellijk Japanse beelden in mijn hoofd. Dus ik start niet op nul. Ik start echt al klaarblijkelijk op een punt waar allerlei ervaringen weer samenkomen en herinneringen. En die zet ik nu, die zet ik eigenlijk nu weer in. Alleen voor dat geluid al is het een genot om een nieuw potje pulpie te maken. Ik heb smaakcreme bij. Een improvisatiedingetje langs het randje. In verloren uurtjes en in de avonden en nachten en zo tussendoor, als ik even iets zoek om eventjes een beetje in te keren, dan maak ik in muziek maak ik een soort notities van ritme en geluid. En ik probeer ze in dit soort taferelen en zichzelf makende composities probeer ik dat te vangen. En op basis van deze kleine aanzetten beweeg ik dan naar werken die ik dat ik ze als het ware inleg in olieverf of dat ik met materiaal dat ik ze inbed in het papier en probeer op die manier een sfeer van transitie of beweging vast te leggen in een moment waarin toch nog een soort ritme aanwezig is, waarin je ogen onwillekeurig weer in beweging gaan. Ja, zo in het componeren inderdaad. Dan ligt die in de waterbak. En dan moet ik even een trappetje op elke keer om goed te kijken waar ik mee bezig ben. Nou, ik zal je vertellen, in dit geval kwam die van dit schetsje af. Ik zal het je zo laten zien. Dat is echt een mini tekeningetje. Ja, ik hoef er nou niks meer aan te doen. Ik hoef alleen maar te zeggen, doe het rustig aan. Oh, something good tonight made me forget about.